zou daar met haar goed vinden de vraag van mevrouw De Wilde over de toekomstige locatie van de ziekenhuiscampus willen toevoegen. Meneer Gladimir, u heeft het woord. Ja, meneer de voorzitter, ik zal mijn best doen om de vraag onder te formuleren. Maar als men nalaat ons als raad zit in kennis te stellen van belangrijke collegebeslissingen, dan dienen we wel de vragen te stellen. Op 7 maart heeft AZ Turnhout de studie komen toelichten aan het college. Op 23 april heeft het college een beslissing genomen. En tussen 23 april en nu zijn er verschillende commissies geweest, namelijk 24 april, 25 april, 30 april en op 2 mei. En op geen enkel van die commissie is een derde belangrijke beslissing van ons medegedeeld. En in de commissies staat er altijd een vast agendapunt op, namelijk uit het college. Men had dat gemakkelijk kunnen aanhalen om dat punt toe te lichten. Ik stel vast om, het is een voorstel om nog een ander vast agendapunt toe te voegen, namelijk niet uit het college, maar nieuwsbrief CDMV en dan blijven wij ook op de hoogte. In de nieuwsbrief. Van afgelopen maand konden we de volgende passage lezen in verband met de keuze voor een uniek campus voor het AZ Turnhout. Rekening houdend met het bovenstaande is de CDMV van mening dat het voordeel van het advies van een onafhankelijke studie, namelijk een nieuwe campus bouwen op de gronden van Stedelijk Complex, was de beste toekomstige keuze. Deze keuze werd door CDMV in de vervoerde organencollege voor ziekenhuis ingebracht en in deze organen bekrachtigd. Hiermee werd een zeer belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de medische zorg in Turnhout en zijn ruime regio. Nu, wij vinden het zeer vreemd dat dergelijke beleidskeuzes te moeten nemen via een nieuwsbrief van de meerderheidspartij. En intussen kon ik ook kennis nemen, en ik heb de collegebeslissing dan ook opgevraagd van 23 april, om die locatiekeuze voor de unieke campus. Voor deze beslissing werd om advies gevraagd bij de stedelijke diensten, welzijn, stedenbouw en ruimte verwarming, mobiliteit en economie. Elk van de diensten sprak zich zonder duidelijkheid voor een unieke campus op de Citizen Elisabeth. De dienst mobiliteit stelt zelfs onomwonden dat de keuze voor campus Sint Josef op een tijdspanne van 50 jaar een enorm negatieve impact heeft op milieu en luchtkwaliteit. In de argumentatie kunnen we het volgende lezen. Uit die bovenstaande adviezen blijkt dat de keuze voor een van de beide campussen fundamenteel over de volgende keuze gaat. We willen een ziekenhuiscampus die in de stad is ingericht. Een campus die deel uitmaakt van de stad en het stedelijke leven. Een campus waarom zich economische, sociale activiteiten afspelen. Een campus die beter bereikbaar is voor iedereen en op meer manieren door haar centrale ligging in de stad. Of willen we een ziekenhuiscampus die veel meer op zichzelf staat? Een campus waar het ziekenhuis de economische activiteiten zelf zal moeten organiseren. Een campus waarvan de ontsluiting minder potentie heeft voor andere vervoersmiddelen dan de auto door haar meer decentrische regering van de stadscentrum. Dat na deze adviezen het scheepcollege tot een besluit is gekomen om te opteren voor de campus in Tozet, en dan ook zonder vreemd te noemen. Deze gemeenteraad heeft zelf opmerkt dat raadsleden soms dossiers goedkeuren zonder de inhoud ervan gelezen te hebben. Ik vraag me stil aan af of de schepen bij dit besluit in hetzelfde bedje ziek waren. Vindt de schepen van mobiliteit het niet belangrijk dat een keuze voor de grootheid en daarmee een negatieve impact heeft op het verkeer, op de heizijde en het centrum? Ziet er moet er nu nog een antwoord op komen en kunnen we dat misschien in de commissie verder spreken. Ziet de schepen van ruimteordening en lokale economie liever een campus met nauwelijks enige meerwaarde voor zijn omgeving? En vindt de schepen van milieu het niet zo erg dat er een tijdspanne van 50 jaar een enorme negatieve impact is op het milieu en de lichtkwaliteit? En vindt de schepen van welzijn de
slechte bereikbaarheid voor kansengroepen, dat is geen probleem. De verschillende stadsdiensten adviseren geen sluiting voor de campus in de Riesbeek. Waarom neemt het scheepcollege exact dan de verkeerde beslissing te krijgen of de omgekeerde beslissing te krijgen wie het kan? En dan had ik graag wel een antwoord op de volgende vragen. Die vraag die ik daar juist gesteld heb, dat is voor een later tijdstip en misschien in een commissie. Of je moet ze naar die gemeente aanstellen. Graag. Je kunt nog wel een ja, graag dat we dan een antwoord op de volgende vragen. Hoe komt het dat dergelijke beslissingen worden gecommuniceerd via nieuwsbrief van de meerderheidspartij voor alleen die onderwerp aan de gemeenteraad te voorleggen? En waarom nam het scheepcollege een beslissing die leiding in gaat tegen de adviezen van haar diensten? Tot daar. Mevrouw de voorzitter, collega's, hetzelfde verhaal, maar misschien in een ander jasje. En als ik op de taart een nieuwsgierig vrouwelijke vraag, waar liever zijn antwoord op overgaat. Het onafhankelijke onderzoek in verband met de toekomstige locatie van de ziekenhuiscampus is afgerond. Groot was onze verbazing toen we via de nieuwsbrief van CDNV moesten verdienen dat hier omtrent een collegebeslissing werd genomen. Tegen het advies van de diensten in gaat de voorkeur van het college naar de locatie Sint-Jozef. In de e-mail van 19 april, dat is 4 dagen voor de collegebeslissing op 23 april, lezen we nog dat de campus Sint-Elisabeth de voorkeur wegdraagt. Ik wil het verder niet over de inhoud hebben, daar zijn je eigen kanalen voor. Maar goed, onze verbazing werd groot. Een belangrijke vraag is, voor vandaag dan tenminste, om welke reden werd dit niet tijdens de voorbije commissies besproken? Er waren toch kansen genoeg? De nieuwsbrief dat heeft van 27 april, dit was nog voor de commissies 1 en 3 en 4 plaatsvond. Wanneer mogen we verwachten dat deze bevindingen officieel besproken zullen worden tijdens de commissies en in de gemeenteraad? En mijn nieuwsgierige vrouwelijke vraag, ik vraag me trouwens, maar dit geheel terzijde, wat SPA en NVA ervan vinden dat deze communicatie via een nieuwsbrief van de campagne gebeurt. Hier hoef ik geen antwoord op, ik ga dat antwoord. Ik heb dat zelf bereikt door mezelf, tot zover. Maar ik wil echt een antwoord op de vraag van welke reden het niet tijdens de voorbije commissie besproken wordt. Het werd, ja, daar kan ik niet bij. Misschien eerst even toelichten. In 2012 is een studie uitgevoerd door professor Jan Peers en Tinne Antonis voor het ziekenhuis naar het masterplan lange termijn voor het ziekenhuis. Dus eigenlijk gaat het over de campuskeuze, de definitieve campuskeuze, eigenlijk het gevolg of een nagevolg van de fusie die we gedaan hebben. Het is belangrijk dat we naar één campus gaan, omdat het personeel moet weten voor een stuk waarom die fusie er geweest is. Want als je op twee terreinen het werk blijft doen, dan gaat het personeel eigenlijk niet echt doorhebben waarom er een fusie noodzakelijk was. En dat was toch wel belangrijk op dat moment. Nu, die studie is een zeer uitvoerige studie. En professor Peers heeft daar duidelijk gemaakt dat er een lichte voorkeur was voor de campus Sint-Jozef. Heeft zelf ook het mobiliteit onderzocht, heeft allerlei toepassingen gedaan om te kijken van welke campus het meest geschikt zou zijn, welke het minste overlast zou betekenen en dergelijke. Nu, het ganse dossier wil ik graag voor jullie komen toelichten op een volgende commissie. Ja, laat dat duidelijk zijn. Daarvoor is men gekomen naar het college en men heeft gevraagd of wij ons konden vinden in het dossier van dokter Peers. Ja, of wij dat bezwaar tegen hadden, ergens die waar wij vonden dat het toch een andere keuze moest zijn. Vermits het dossier gaat over een termijn van 15 tot 20 jaar en er niet morgen zal staan, en dat kan u ook lezen denk ik in de collegebeslissing, dat wij niet over een glazen bol beschikken, niet letterlijk in die woorden, maar dat niemand kan voorspellen op dit moment hoe het er nou binnen 15 tot 20 jaar uitziet, zeggen wij ook dat wij eigenlijk ook niet direct kunnen beslissen waar die campus zou moeten komen en dat wij daarom ook professor Peers volgen in zijn studie, met een lichte voorkeur voor Sint-Jozef. Dat was op het college van 23 april. Wij hebben wel een voorbehoud gemaakt van, als ze binnen het ziekenhuis, wat daar ligt de beslissing waar, het ziekenhuis, daar ligt de keuze waar men een voorstel in zal dienen naar het plan, naar het college toe, of naar de provincie toe, of naar de Vlaanderen toe,
waar het ziekenhuis zal komen, hebben een voorbehoud gemaakt van dat er toch nog een MOBER en een MER moet gemaakt worden. Dus Vlaanderen kan dan nog altijd zeggen van nee, dat is voor ons niet de meest geschikte plaats of dat kan daar niet doorgaan. 24 april is dat op de raad van bestuur van het ziekenhuis gekomen en daar is dus de keuze gevallen van wij gaan een dossier klaarmaken, dus een zorgstrategisch plan klaarmaken voor de campus Sint-Josef. Ja. Diezelfde avond is dat onmiddellijk gecommuniceerd naar al het personeel en de artsen. 2 of 3 dagen later kan niks zacht zeggen. Daarna hebben wij de pas gepubliceerd op de immens populaire website van CD&D. Ja, waar wij eigenlijk half turnout toen al wisten dat het campus Sint-Josef zou worden. Maar graag. Mag ik eens even spraken? Wat moet je eigenlijk zeggen? Ik begrijp niet wat je wilt zeggen. Ik begrijp niet wat je wilt zeggen. Ja, ik begrijp niet wat je wilt zeggen door te zeggen. Het is toen. De 24e beslist. 2 dagen later stond het op de nieuwsbrief van CD&W en iedereen wist het. Zo wat? De vraag is toch een andere. De vraag is, hoe komt het dat iedereen het wist en dat wij het niet wisten? Dat het niet via de officiële organen is gegaan. Daar gaat de vraag over. En dat er over gepraat moet worden, naar een fusie ziekenhuis, naar een gemaakt campus, bla bla bla. Dat zal allemaal wel. Maar de vraag is anders. Het is niet het college dat een vraag indient waar een ziekenhuis gaat komen. Het is de zorgstrategisch plan dat gemaakt wordt binnen het ziekenhuis, waarbij de raad van bestuur het ziekenhuis kiest om op de campus van Sint-Josef een dossier klaar te maken. Met een vraag naar het college of dat zij zich kunnen vinden in het dossier van professor Peers. Wel, het college heeft zich kunnen vinden in het dossier van professor Peers. Met een voorbehoud van dat er nog een MER en een BOBER moet gemaakt worden. Meneer ja, maar vinden jullie dat niet belangrijker dat we communiceren in een commissie naar ons toe? Of moeten we nu telkens zo'n zaken op de gemeente aanbrengen? Dat dat toch veel schappelijker is ons te herkennen? En herkennen, dan zeg ik, kijk, het college heeft op 23 april een beslissing genomen bij het platzetten. Met al de adviezen van de diensten. En daarbij, het college staat duidelijk op, beslist dat de campus in Dozen toekomstgericht het meest geschikt is om het één campus vanzelf model van AZ te realiseren. Er zijn nog andere zaken rond de commissies komen die niet zo belangrijk zijn als deze. Dus men had toch naar ons toe als raadsleden dat toch kunnen inkaderen hoe dat daar in elkaar zat. En dan waren we hoog geweest en dan waren we niet gefrustreerd. Met binnenkort zal ik bij een burgemeester op de sofa zitten. En dan gaat hij mij vragen waarschijnlijk van hoe dat we kunnen participeren en zo verder. En de daden zijn anders. Hè. Wij willen 100% meewerken, wij willen dan ook goed geïnformeerd zijn op een eerlijke manier. Ofwel moeten de commissie het afschaffen en ik weet niet, moet het toch eerlijk zijn, denk ik, voor de nieuwsbrief van CD&W te ontvangen. We kunnen dit toch zo ontvangen. Dan stel ik voor, maar geen commissies meer. Meneer Geers. Dank u, voorzitter. Het is mij al vaak de beurt te in deze eigenbare raad dat het heel veel over vorm ging en heel weinig over inhoud. En dat vind ik een beetje jammer, ook is de vorm belangrijk. Vorm leert ons natuurlijk wel iets. Ik heb net nog geschreven naar collegiale mensen, dus collegiaal collectief voor zeggen dat voorzichtigheid gewoon goed is. En dan wordt zonder bedoeling, zonder iets gelanceerd. Voor een CD&V en dat is niet voorzien. Er is geen mogelijke vorm. Ja, op die vorm kom ik nog terug, maar inhoud is niet heel belangrijk. Want als u nou een goede beslissing neemt, dan zal de vorm mij minder schelen dan wanneer u op slechte inhoudelijke beslissing neemt. En u moet mij toch eens uitleggen hoe u deze beslissing. Ik kon mij niet zeggen dat de beslissing van de raad van bestuur, wij zaten bij eind 2012 in deze universiteitswijze. Ik heb nu zo'n duidelijke raad van ongeveer, met een aangezet verhaal. En zij hebben ons toen gemeld, dus we zijn in die raad aan het zijn, we gaan alleen met ons hier gaan, als het college ons steunt. We hebben ook een vergunning nodig, we hebben ook een draagvlak nodig, we gaan het niet op ons eigen doen. Dat heeft men ons toen zo gezegd. Ik vermoed dat dat wel een slim uitgangspunt is. Dus, als het college niet had gezegd, ik wil wel eens horen hoe dit deze piste verzoend uit met het structuurplan. Met het groene neurde, de scheep aan speeltossen, de scheep aan de korting, de groene vingers, al dat heel goed doen. Ik wil wel eens horen van een scheep van mobiliteit hoe dit kan kaderen in het volgende mobiliteitsplan.
Ik hoor dat er berekeningen zijn geweest voor het verkeer dat nog niet te voldoen is voor het beoordeling. Ik wil die berekeningen zien. En ik wil die vooral zien gebeuren door ons verkeersmodel dat we zelf verkocht en betaald hebben, dat goed werkt. En wat een heel andere ding dat ze in komende bewissen en in handen tegenkomen, dat klopt, ja. En zal geen verduren wat jij doet. Dus inhoudelijk klopt dit voor geen meter. En je moet erop antwoorden, je hebt er al een zeer weken geleden, je hebt er nu aan komt op klaar. En dat is een eerder dan die tijd. En misschien ook even op de vorm te komen. Waarom wordt dit gelanceerd? Waarom gaat het op deze manier? Dit gaat niet over iemand vinden, dit gaat over de vluchten vooruit. Men gaat zeggen, we kunnen het nooit niet beslissen. Vorige verkiezing hadden we ons plan klaar voor de dag. De verandering nu meteen overgaat. Na de keuze dat jij ja, nog een beetje moet studeren, we kunnen die alle dingen eten. Twee jaar, duur is alleen nog een jaar. Dus juist, vier jaar, misschien. Ik voorspel nu, binnen vijf jaar, staan we nog stil in de Barabbestraat. Omdat men het opmerkt is op de hoop, omdat men aan zeggen, later gaat u van niet moeten wijzigen. En Vlaanderen gaat dat niet doen. Vlaanderen heeft veel min geld, ze hebben niet meer onderling, ze hebben er van in. Dus wij gaan er vijf jaar stilstaan in Turkmout. En dit wordt dan het schaamlaatje tegenkomen. Dat is wat ik vandaag wil bespreken. Ja, ik wil zeer kort, ik wil me niet tussenkomen, ik wil me niet te veel moeien verlopen in dit debat. Maar ik wil toch wel even onderstrepen dat, afgezien van het feit dat wij in de raad van bestuur van het AZ dezelfde keuze hebben gemaakt aan de meerderheid, dat wij toch wel ons aansluiten bij de kritiek die vanuit de oppositiefracties is gekomen, naar aanleiding van de manier waarop dat ons hier inderdaad gecommuniceerd is. Dat wil ik toch wel uitdrukkelijk onderstrepen, afgezien van de stap dat we hebben ingenomen. Ik vind dat het inderdaad niet kan en ik steun voor weten wat de heer Wadi daarover gezegd heeft. Mevrouw Uitenvolle. Ik wou toch even zo nog zeggen, waarom willen we het niet over inhoud hebben? Omdat we niet alle gegevens hebben. Natuurlijk kunnen we inhoudelijk van dat, wat we nu weten, goed, maar ik wil graag die studie zien. Ik wil ook graag zien hoe dat zich relateert tot de studie die we hebben laten doen met de mensen van Archiering over de stroom en wat daar komt of niet komt. Daar hebben we maanden naar gewerkt, hè. Kikken in klaar, hè. Dat wordt dus allemaal, dat is weg, of gebeurt daar niks meer, of wat gaat er, we weten daar niks van, dus over inhoud kan je pas praten als je het heel plaatje kent, vind ik. En dan nog terugkomen op die eenheid. Die eenheid die komt niet uit de lucht vallen. Dat zijn niet mensen die ineens schrijven, dit wat, we gaan die schrijven, Sint-Elisabeth, dat kan het doen. Zo werkt dat niet. Ik heb er ook gezeten, dus ik weet hoe dat het werkt. Het werkt dus niet zo. Dus vier dagen voordat er dan datzelfde college wordt beslist, we gaan toch Sint-Jozef doen, wordt er dus een eenheid, dat is een interne communicatie, naar heel het personeel gestuurd om te zeggen, zal het Sint-Elisabeth waarschijnlijk worden. En dan vier dagen later, juist het tegenovergestelde. Ik vind dat op zijn minst bizar, of dat ik een groene, een oranje of een gestippelde ben, ik zal dat altijd aangeven. Het is niet normaal. En dan op het laatste punt, in dat korte, gezellige samenzijn en coalitie dat ik ook heb mogen meemaken, was het zo dat als de burgemeester er niet was, en er was zo'n belangrijk dossier, dat werd verschoven, dat werd verdaagd. En ik zou dat ook maar als burgemeester normaal vinden, dat zo'n ding niet beslist worden als u er niet kan zijn, om wat voor reden dan ook. Dat is heel vaak geweest om veel onnozelere, banalere dingen, dat de punten zijn tegengehouden en op dit bent u niet aanwezig en dan passeert hier. Allee, ik vind dat gewoon aberrant. Ik kan daar gewoon niet bij en dat is dan niet eens, ik ben niet gefrustreerd, ik wil gewoon zeggen dat dat niet, dat dat gewoon niet kan. Meneer Appelwijk. 24 april was een zeer belangrijke datum voor het ziekenhuis en in de besloten zitting wil ik jullie gerust toelichten waarom het een belangrijke datum was. Snapt je niet waarom dat daar nu verveeld is? Het is toch niet logisch dat we dat nu, als dat allemaal blijkbaar beslist is, nu in de besloten zitting, dat moet u gaan aan horen. Allee, het is wat collega's hier ook hebben gezegd, in commissies kunnen ook besloten van alles komen vertellen. En voor mij maakt het niet uit wie het dan komt vertellen, in het lang en in het breed. Ik zal u in de besloten zitting uitleggen waarom, ja? Meneer Vos? Ja, meneer Op de Beek heeft
eenmaal zijn zin gezegd, ik wil het gerust komen toelichten op de commissie. Ik denk dat je vanuit de reacties van de collega's wel door hebt dat dat best eerst gebeurd was. Maar goed, ik denk dat we inderdaad, en dat is toch wel moeilijk om daar een verenigingscommissie over te houden, goed alle elementen van het dossier mee moeten krijgen om daar een gedegen en onderbouwde mening over te vormen. Mobiliteit zal daar een belangrijk aspect in zijn. En collega Kevers heeft op heel veel pertinente punten gewezen. Maar niet alleen voor de gemeenteraadsleden is dat nodig, maar ook voor het onbegrip dat er in Turnhout is. Er is pas een parkeertoren gerealiseerd. Er zijn belangrijke investeringen gebeurd op de campus Sint-Elisabeth. Er zullen wellicht redenen voor zijn, maar ik denk aan om die commissievergadering vrij snel te houden, want anders gaat dit een eigen leven zijn. Ik wou toch nog even over de voorzichtige aanspraak daar nog even over terugkomt. In dezelfde kranten waar dan iedereen zijn gedag vandaag gewonnen heeft, wordt er ook al voorafnames gedaan over wat er met die gebouwen moet gaan gebeuren, al dan niet. Dat zijn toch wel typisch dingen waar we met z'n allen constructief een verhaal rond zouden kunnen schrijven. Er wordt dan gezegd dat wordt afgebroken, dat er tegen dat gebouw rijp gemaakt zijn. Het kan allemaal best zo zijn, maar dat zijn wel allemaal uitspraken die vrevel wekken, die mensen toen denken van wat zijn ze daar in godsnaam allemaal aan het doen, en die misschien andere oplossingen perfect kunnen inhouden. Dat kan, hè? Maar we hebben het er met niemand over gehad, maar dat wordt wel zo oud geprobeerd. Ja. Rond die gebouwen stel ik voor dat we de discussie voeren op ons en weer aan. Meneer De Bond, om af te sluiten. Ja. Ja, om af te sluiten wil ik dat nog even terugkomen, want ook via het nieuws hebben we dan mogen vernemen dat het hartcentrum naar Turnhout komt en naar Deelja. Maar ook daar stel ik dan vragen als er 3 weken later een preventief hartonderzoek komt met de gevolgen van hartfalen, waarom dan de ziekenhuizen, alle ziekenhuizen in de Kempen, in Henenstad, in Mol en Geel meedoen aan die preventie, en dat van Turnhout daar geen deelname is. Als men dan zich wil profileren als hartcentrum van de Kempen, dan denk ik, en de wijde omgeving, dan denk ik dat het toch op zijn plaats is dat ook in Turnhout dergelijk initiatief nuttig zou geweest zijn. Goed, collega's, ik heb begrepen dat hier een commissie aan zal gewijd worden en in welke wanneer en in welke hoedanigheid deze zal plaatsvinden. Daar zal u zo snel mogelijk van bericht worden. Wij krijgen toch zelfs al een antwoord in de besloten zitting, hè? Dat wordt toch niet verscholen, hè? We gingen in de besloten zitting een antwoord krijgen op een aantal vragen en waarom het 24e zo belangrijk is. Maar ik heb tussen gekomen, ik vind het allemaal een boeiende discussie, maar we zijn weer het reglement niet in het naleven. Het is na 11 uur. Na 11 uur wordt er gevraagd overlegd hebben met de fractieleiders om te kijken om de zitting te schorsen. Dus ik zou erop staan dat dat vandaag ook kan passen. Als het punt begonnen is, sorry, dan is het punt begonnen. Hè? Dan hadden we om kwart voor, maar moeten stoppen. Ik wil gerust dat doen, maar er wordt elke keer de toelichting gegeven. Elke keer mag iedereen zijn mening geven. Maar ik verwacht dat toch ook wel een overleg kan vinden met de band, met de fractieleiders. Het was zijn bedoeling om even de zitting te schorsen met de fractieleiders te overleggen. En zodanig verder te gaan met de besloten zitting. Dus eerst vertellen wat de stemmen de besloten zitting, waar collega Ondebeek ook nog een toelichting kon geven. Meneer voorzitter, is dat dan ook een toelichting over de 2 vragen die ik gesteld heb? Want daar is geen antwoord op gekomen. Mag ik de fractieleiders vragen om aan de andere kant even samen te gaan? Is het voor
vertellen. Ja, het is politie. Daarna gaan we verder met de gesloten zitting. En morgen gaan we verder met de openbare zitting om 9 uur. Dus om 21 uur.